Nu het eerst kan op naam van Springs geweest. Ja. Ja, zit hier achter. Ja. Nou, we zal het wel even zijn moeten wennen naar de weg misschien of niet? Ja, een week. Ja, en snel hadden we eigenlijk al geen lab. Ja, wij horen dat niet meer. Dus het is vooral het hoort morgens tussen 6 en 8, zeg maar. En dan s'avonds tussen 4 en 6, zeg maar. Ja, nou waarschijnlijk druk om de lieren bezig. Ja, nou, dat is heel door. Ja, alles hier door. Ja, maar normaal komt er eigenlijk aan van ja, overlangs toch, in het weekend. Hè. Toch op gemeente zomer in Dublin natuurlijk, hè? Dat verkeer. Dat tussen 5 is nooit. Je rijdt gewoon file van. Dat is goed stapvoets, hè? Hier aan de rotonde naar de snelweg richting Helmond. Hè. We staan gewoon stil hier voor de deur. Ja. Ijskoffie kopen. Ja. Ja. Ik vond het wel apart uit de achteren, want hier ga je hier van de voordeur, maar kan dus eigenlijk niet komen, nee. Denk je? Nou, ja, moet over de sloot springen. Vroeger was er een bruggetje schijnbaar. Toen liep hier ook een zandweggetje. Ja, toen is de kanaal gekomen. Ja, dat is eigenlijk een dijk voor het water tegen te houden. Hè. Ja. En toen hadden ze ruimte voor nodig. En toen zijn al die bruggetjes in komen te vervallen natuurlijk. Mooi is eigenlijk zelfs een beetje richting Nederweert. Daar had je er ook zo'n. Ja, alleen is dat wel anderhalf uur, meer dan 100 jaar geleden. 150 of zo. Ja. Dat weet ik wel. Ja. Mooi. Ja. Hé, hey, we willen eigenlijk wel eens wat zien, niet Geert? Ik zit al klaar. De koffie is uit. Ja. We willen eigenlijk dus wel eens naar de palkje gaan kijken met die club. Ja. Want één middag doe ik al jaren, want is dit er toch al lang, of niet? Jaren, toch? Ja, ik denk wel. Ja, of 10 of 8 of 9. Ja, mensen, die valt op. Die ziet er van de weg, hè. Moet ik hem eens aanduiden? Ja, zet hem even aan. Waar je hier vervangen netten? Voetballen. Oh, van de voetballers. Dat niet met heel de tuin. Ah, zo. Afstandje moet je dat horen, hè? Heb je die ergens overgehaald van een project of heb je die gewoon zelf gemaakt voor in de eigen tuin? Toen Frits gestopt is, toen heeft Twan die klokjes gekocht. Dus jij nam die in de winter als ze rustig hadden, gootjes die allemaal in voren, hè? Oké. Okay. En dan, en sommige hier natuurlijk niet verkocht. Ja, dat is wel mooi. Ja. Ik denk dat je wel meer mensen de aandacht trekt. Ja, alleen ja, zeker. Het geluid, hè? Natuurlijk. Nou, met de file wel. Ja. Misschien dat je in een bordje moet zetten, zo warm op moet doen. Ja, ja. Maar fietsers heel veel, hè? Die komen erbij, dan zie je ze kijken. Er zitten al magneetspoeltjes in, hè? Ja, die worden was gewoon aangetrokken, zeg maar. Hè? Het is geen klippeltje meer. Het is een klepje dat dicht getrokken was, zeg maar. Goh. Film eens even binnen kijken. Ja. Zag toch langs het hok, had je ook nog een klok staan? Ja, daar gaan we naar de Bijbelbelt, hè? Wat zeg je? Dat zijn allemaal kerken die dicht gaan. Ja? Die klokken vanaf. Oh ja, je weet dat zeuren die anders weg gaan? Of, Ja, zeuren, maar ook om geld te zien. Ja, nee, ja. Die blijven behouden en die gaan eigenlijk allemaal naar die Bijbelveldkerk, die nieuwe kerken, zeg maar. Lumperen, putten, geen muiden. Oké, okay. Die jullie. Die kopen dan op en dan maken wij alles nieuw bij. Hè? Net als al de ijzer, wat die luidassen die gaan eraf. Ja. En dan maken we dan meestal van hout terug, zoals het vroeger was. Die komt uit Den Haag, dat is een viergelui. Katholieke kerken vooral die dicht gaan, hè. Maar als jij nou een kerk of iemand die wil zijn klokje doen, dan blijft gewoon zo. Hij blijft zoals hij is, ja. En tegen de kerk die dicht gaat, zeggen we tegen wat die klokken komen te hangen, uiteindelijk. Ja. En dan moet de stiefvaak opa nog met de foto en dan kunnen ze dan gaan kijken. Hè. Oh ja. Ja, ik zie hier, die komt toch dan wel uit af? Dus ja, die wel, ja. Het is eigenlijk allemaal Frits en dat zijn allemaal Frits en ijsboudsklokken. En dat zijn allemaal jaren 60 na de oorlog. Hè? Want voor de oorlog klokken maar niet in handen leiden, dat zijn monumenten. Die moeten bij de kerk behouden, want dan ook wel werken voor de Rijksdienst, zeg maar. Wordt dat niet geaccepteerd. Hè? Dat is gewoon een monument dat blijft in het dorp of in het gemeentehuis of net als die kerk weggaat. Die komt in ieder geval ergens te staan of ze doen ooit in zo'n klokkenpaaltje op een pleintje, zeg maar, dat ze niet gebruiken. Ja, we zijn er nog achter de. Zoiets doen ze dan, maar die jaren 60 kerken die zijn toen als bosjes uit de grond gestampt. Ja, en die gaan dan hier
beetje weg, zeg maar. Ja, dat zijn de een appartement. Ja, ja. En dan kopen wij de klok of ze hebben er 3 hangen, dat is er 1 laten hangen. En ja, en die komen we eigenlijk allemaal wel kwijt. Die stond al ooit jaren hier, maar ja, ik vraag geen brood, hè. Nee, het is betaald en over 10 jaar heb ik nog zeker die waarde. Dus ja, dat denk ik ook wel. Dat is een kilo prijs, hè? Ja. Daar gaan ze ook voor weg, hè? Ja. Als ik daar zie, dat noemen ze in de stoel hangen of zo. De, ja, dan komen er die lagers dan op de klokkenstoel. Ja, en daar rijden erin eigenlijk van staal, hè? Ja, waarom zit er hout tussen? Is dat het geluid? Of, ja, ja, het geluid is echt uit de klok komt, zeg maar. Gaat 10% gaat verloren via de constructie. Via de staakstructie, trilt die dood, zeg maar. En die ga jij door op jullie staan, daar ga ik ooit mee. Ja, wij doen ooit als we een glijer uithalen, net als van de week gaan we naar Hellendoor, gaan we 3 oude klokken eruit halen en die laten we dan lassen, hè. Die zijn gescheurd en dit doen we dan, en dat gaat dan naar Oostenrijk, hè. Die sturen wij op, zeg maar, om niet afhankelijk te zijn van de grootte, zeg maar, hebben we allemaal onze eigen mannetjes daarin. Ja. Dus dan kunnen we ook concurreren, zeg maar, tegen hun. Okay. Als ze bij hun moeten lassen, dan verhuisdwikkel ze wel, dan krijgen we dat werk nooit, zeg maar. Nee, en dan hebben we een concurrerende prijs ten opzichte van ons. We zijn echt een geduchte concurrent, hoor. Alleen wij zijn een stuk minder bekend. We houden er ook niet van om in de picture te staan, zeg maar. Nou ja, goed, misschien dat lopen de orders wekelijks binnen. Zij is al meer van. Nou, we zijn van de week in Gouda geweest, daar hebben we het... klokkenspel gerestaureerd. Ik weet niet of je ooit voor de oude kaasmerk. Ja, ja, die hebben we vorige week teruggehangen. Daar heb ik een leuk filmpje van dadelijk misschien. Oh, dan kan ik dadelijk een stukje kijken. Ja, dus daar zijn we ons toch. Hè. En eerst hadden we altijd Petit en Frits en IJsbouts. En boven de 10.000 of zo, is het verplicht dat ze 2 offertes vragen. En sinds IJsbouts Frits heeft overgenomen, zijn we eigenlijk de 2 het grootste in het land. Dus wij worden nou veel meer meegevraagd, zeg maar. Ja, ja, dus jij moet misschien in de toekomst hier nog wat bij komen. Nee, zoals goed. Ik ben iemand die met zijn handen moet werken en niet op kantoor moet zitten. En als je daar 5-6 man personeel hebt, ja, ik snap dan, dat wil ik niet. Nee, maar ik denk dat dat de kunst is als jij dadelijk steeds bekender wordt. Dat is wel de kunst om dan zo'n klein te blijven natuurlijk. Dus, de jeugd die heeft er geen zin om lange dagen te maken en vies te worden. Hè? Die tijd is voorbij. Nee, ja, daar zitten er veel meer wat dat betreft. Ja, maar er is overal de ambachtelijke in. En gewoon een bouwen overal. Ja, maar, dus ik bedoel het mooi zelf, maar wat over 10 jaar is, dan zien we dat wel. Weg. Toch? Ja. Dan luiden hier zelf de klokken over. Ja. Dan maak je er een speciaal vakantie hier over van. Ja. Thema klokken. Wil ik even op het werkplaats gaan kijken? LED-verlichting, hè? Oh ja, steeds wel. Oké, er zijn. Ja, je maar er niet meer vingers aan gevoeld, dat is bladgoud. Hier, daar is een nieuw poort, hè? Daar doen ze met 4 mei doen ze de vlag buiten hangen. En je snapt al wat er gebeurd is, hè? Is de vlag is tussen de wijzers gekomen. Oké. En dan krijg je zo'n ding, hè? Dit stuk daar valt naar beneden en dat is koper. En de mensen die nemen er mee naar huis. Hè? Dus hier moeten nieuwe wijzers gemaakt worden. Dit is gewoon een nieuwe verlichting. Hè. Als dan de uurwerken slecht zijn, dan doen we die meteen opnieuw spuiten en bladgoud erop. Er komt allemaal LED-verlichting op, hè, tegenwoordig. En dat lukt via een sleepcontact aan de achterkant mee? Of ja, we doen altijd vaste draden naar buiten. Dus er komt er een andere wijzerwerk in, zeg maar, een andere aansturing. Met een vaste draad naar buiten en die vaste draad die komt hier naar buiten en dan wordt hier aangesloten. En dan de sleepcontacten zitten binnen. Oké, ja, dat het droog zit, zeg. En buiten hebben we eigenlijk een hoop storingen. Kijk, dit is buiten. Kijk, en dan loopt weer over een busje heen en dat... Dan wordt dan groen en na een paar jaar is het aanslag. Ja, ja. Kijk, maar als er een luik in de toren zit, kun je dat dan een keer opschuren en terugzetten. Maar als je een kraan van 1500 euro moet laten komen, elke 2 jaar, kiezen ze eigenlijk altijd ervoor om die aanstuurmotor te vernieuwen. Zeg. Ja, dat is met alles overal zit een hele hoop achter. Hè? En dan geef je, zo is het en daar zit een risico aan en uiteindelijk moeten ze zelf kiezen wat ze willen. Ja. Ze zeggen, we willen het risico lopen. Of we hebben iemand in de kerk die een kraanbedrijf heeft, of die kraanmachinist is, die dan zaden stekt. Dan heb je dan heel andere voorwaarden, zeg maar. Ja. Daar ook een uurwerkje staan? Ja, dat zijn mechanische uurwerken. Die dames nog een beetje restaureren. En dat is eigenlijk de vooroorlog had iedereen zijn ding in de kerktoren staan. Hè? Dat is eigenlijk het grote uur. Of ja, toen er geen stroom was. Als zo'n ding, die zijn eeuwen oud al, hè? Die maken ze al 700, 800 jaar. Hè? En dan doen wij die automatiseren. Hè? Dan bouwen we dan tandwielen op en een opwindmotor eronder.
Dus die gaat zichzelf opwinden, zeg maar. Omdat je vroeger kwam, moest je elke dag met je uurwerk opdraaien. Hè? Die gewicht omhoog trekken. En dan ging dan met lange controller. Ging daar boven de toren in, zo hoog mogelijk. Dat je zoveel mogelijk hoogte had om te zakken. En dit, ja, deze particulieren die die grote herenhuizen hebben, zetten die in de gang, zeg maar. Hè? Dan, ja, het is waar natuurlijk. Ja. Dit is dan een Frans uurwerk hier, dat komt heel uit Frankrijk. Ah, ik heb nog heel wat gewicht aan. Ja, nou zitten nog geen wijzers aan. Hè. Als de wijzers eraan komen, dan moet die vierkanten meer gaan trekken. Dan moet er nog meer gewicht aan. Dan loopt die eigenlijk op. Hè. Ja. Ja. Wel rustgevend wel. Ja. Het blokje tikt, hè. Dat komt daar vanaf. Hè. Ja, dat klopt. Morgen gaan we naar Beuringen. Dat is hier vlakbij, thuiswedstrijd. Dit is al een beetje de elektroafdeling en de vergultafdeling. Maar natuurlijk, ja, met tweeën eigenlijk of zakelijk. Ja, de oude eigenaar nog een beetje. Mijn vader deed heel veel, maar die is recent overleden. Die deed alle spuitwerk. Kijk, dit zijn de klokken van Smeek, achter de auto. Die zijn 600 jaar oud. Ja. Dan doen we dat houtwerk, doen we helemaal nieuw maken. Alle nieuwe staalwerk. Die klok, er is een hoek uit geweest. Die hebben ze in de oorlog eruit gehaald en die zetten ze dan allemaal op elkaar op een plein. Hè? Dus die had 10 ton druk, zeg maar, van bovenaf. Ja. Dus die werd, oh, die werd belast. En als je dan gaat luiden, na 50, 60 jaar is die hele hoek eruit geknapt, zie je. En dan gieten die Oostenrijkers gieten dan een nieuw passtuk. Dan doen ze materiaalonderzoek, omdat er heel veel stalen deeltjes in zitten. Ja, en dan gieten ze een passtuk van hetzelfde materiaal en dan lasten ze weer gewoon in de klok. En dan zit 25 jaar garantie op. En dan wordt er helemaal groen en dan zie je niks van. Als ik het niet aan gezegd heb, heb ik het niet gezien. Nee. Maar ik wil zeggen, een klok op zich, als je hangt, verslijt eigenlijk niet, of toch wel? Ja, daar komen spanningen in. En door die spanningen, eigenlijk zo, die wordt opgewarmd op 450 graden, dan wordt die ontladen, zeg maar. Omdat die kleper altijd op dezelfde plek slaat, komen de spanningen aan de zijkant zitten. Dus eigenlijk zou je, ook al zou je geen schade hebben, zou je eigenlijk 100 jaar eruit gehaald moeten worden, opwarmen, zachtjes ontladen en weer terughangen. En dan heeft je ook weer het originele geluid. Hè? En een slag draaien of zo, dat ging niet? Dat hebben ze wel gedaan, maar dan ga je juist op je spanningsplekken slaan en dan wordt het... De kans op scheuren nog veel groter. Ook die plekken worden platgeslagen. Als die wand te dun wordt, als je meer dan 10% is platgeslagen, kan die daar in één keer omhoog naartoe kapot knappen. Ja, dat is in één keer gebeurd. Zeg maar, als je 10 centimeter dik is de wand en hij is 9, dan is je dus 1 centimeter platgeslagen. En dan heb je al een verhoogd risico dat die kapot knapt in één keer. Op het moment dat het luiden. Op het moment dat er scheuren zit, is hij dan ook... Dan is het dan doet hij niks meer. Oké. Dan doet hij helemaal niks meer. Nee, dan hoor je meteen. Ja. Buiten de klokken, je moet ook geen hoogtevrees hebben, jij. Nee, zeker niet. Want gaat in het bakkie en de buitenkant van de toren, ja, tegenwoordig heb ik wel allemaal kraan, want ik zie hier van die platen, die wijze platen staan. Ja, die zijn ook klaar, hè. Dat is van Bergen. Dat is gewoon koper, allemaal koperplaat, ja. Oké, hoor, dat is ook nog. Kijk, en dat doen we dan, die is een tempeliersverlichting opgebouwd, zie je? Die ledlampjes. Ja. Maar waren dat vroeger eigenlijk gewoon lampen? Ja, autolampjes, vrachtwagenlampjes, ja, allemaal aan elkaar gesoldeerd. 21 watt. Oh, en een draaf ertussen en ja, en een wijzer, als er dan 10 lampjes op zat, de ene wijzer was al 200 watt. Hè, dus ja. Daar hebben ze in 10 jaar tijd zijn eigen terugbetaald, wat nou kost, zeg maar, die verlichting. Alleen al aan de stroomkosten. Ja, die zetten we op een rek, hè, anders moeten we die, als we die eraf halen, leggen we die op elkaar. Maar dat gaat natuurlijk niet als het nieuw is. Dan, En deze is gerestaureerd of dit zijn maar... Dit is allemaal restauratie, ja. Allemaal restauratie. Er wordt allemaal gestraald, oude lakken eraf en dan tegenwoordig van twee componenten lakken. Dat verkleurt niet. Want dit kun je doorveur eigenlijk? Of nee, dit is een andere kerk. Dit is Zandam in de Achterhoek. En dit is Bergen bij Os. Je wilt er acht op hangen bij één kerk hoor. Nee. Maar... Je hebt openringen en dichte ringen. Ja. Dit is eigenlijk een wijzerplaat en dat is eigenlijk een cijferring. En hier komt nog die verlichtingsring inzetten, hè? Zie je dat? Ah ja. Die komt ja, in die beugeltjes zitten. Oh, haken en een nummer, dat je leuk hebt. Ja. En dan doen we nog een draadje op. Ja. En dit is in de Bijbelveldkerk. Dit is geen muiden. Dit maken we dan. Maar voor ons is het niet, we leveren ook twee tweederhands klokken hangen hierin. Die leveren we dan eigenlijk zo'n beetje één op één door. Hè?
Dus er zit niet heel veel winst op, zeg maar. De uren en de kraan is betaald. Mm-hmm. Maar er moet dan een vierzijdig uurwerk geleverd worden. Met wijzers en alles erop en eraan. Spuiten, vergulden. Er moet een klokkenstoel gemaakt worden. Er moeten motoren geleverd worden. Er moet een computer aansturen. Dus het totaalplaatje is dan weer interessant. Hè? Dat doet het dan eigenlijk. Ja. En de klokken blijven behouden. Hè? Dat is eigenlijk... Mensen denken over deze plaat met paar wijzers. Maar zit natuurlijk daarnaast allemaal klokken, veel meer eigenlijk. Dat is allemaal handwerk. Hè? Ja. Zo'n toren maken is een half jaar werk. Hè? Ja. Alles allemaal... Het is allemaal handwerk hoor. Ja. Helemaal bekabelen van boven tot onder. Ja. Dus je bent zo werken en werken op dezelfde plaats eigenlijk? Ja, meestal is het heel veel hier hè. En dan bij monteren. Ja, en dan monteren. Zo'n toren bijna 2-3 dagen bezig. Ja. Oh, dat valt me nog mee. Dan gaat het vaak via een aanmeerbedrijf. Die toren staat dan op de grond. Die staat er langs, dan gaan de klokken erin, smiddags, morgens. En dan smiddags zetten ze in één keer die hele toren erop. Hè. Oh, die hierin? Ja, van boven. Als krijgen die klokken krijgen niet tussen die muurtjes naar binnen. Nee, dat is te smal. Nee. Dus dat wordt eigenlijk in één dag krijgt hij helemaal zijn aanzicht, zeg maar. Dus ja, ik weet eigenlijk niet bij ons is aan de Lambertskerk of die van bovenaf of van onderaf. Ja, vroeger zaten er vaak allemaal luiken, hè. Ze gingen van binnenuit. Ja, volgens mij zaten er daar ook. Dan hebben ze weer vaak die orgels eronder gezet, want erboven zit dan zo'n gat meer. En dan kan de klokken niet meer uit, want er zit de orgel onder. Ja. Maar die Bijbelbeltkerk, die wordt elk jaar een stuk of 5-6 nieuwe kerken gebouwd, hè. Dus okay. Gewoon het bedrijfsleven steekt zijn kop bij elkaar en dat kost zoveel miljoen. En hoe noemde jij die? Bijbelkerk? Bijbelbelt, ja. De zwarte kousen. Oh, die club. Okay. Ja, die nou gewoon met de coronatijd gewoon naar de kerk gaan. Ja, die, ja, die mogen dan nog. 1500 man. Dan gaan bij ons hier de kerk naar de deur. Die halen op een zondag 30.000, 40.000 euro bankgeld op. Dus die mensen denken allemaal dat ze in de hel komen als ze niet betalen. Ja.